leek wel meer op een film dan echt. Ik lag al in bed en toen hoorde ik de politie. En toen ging ik hierop zitten en toen kon ik het beter zien. Toen begon ik met filmen. Ik schrok wel, want ik was echt gewoon... Ik was best wel bang. Ik zag een auto en heel veel politieauto's kwamen eromheen staan, hem omsingelen. En toen gingen de politie's uitstappen en die vroegen hem om ook uit te stappen. En ze allemaal achter zich toen. Ze begonnen ook met lampen te schijnen, dus ik dacht ook van... Straks zien ze me en dan ja, kan er iets gebeuren, maar... Dat was gelukkig niet. Ze hebben nog wel lang gestaan om de auto te controleren. En ze keken in de achterbak, want ze stonden allemaal zo klaar. En toen deed ze de achterbak open. En toen keek ze erin, maar er was niet echt veel, denk ik. Het leek wel meer op een film dan echt. Ik ben nog ongeveer meer dan 2 uur wakker gebleven dan toen. Want ik schrok en ik was meer aan het appen en kijken wat aan de hand was. En hoezo, ja, waarom die mensen werden opgepakt en zo. Dat wel. Ja.